Hey, welkom weer bij een nieuwe AB Christmas video. We gaan weer lekker verder met de trekker, met de uitlaat. Nou ja, jullie hebben natuurlijk vorige week gezien. Ik heb hier best wel aardig wat werk aan gehad, hè, met heel die bovenkant toch een soort te maken. Ja, wat ik eigenlijk nu deze week van plan ben, is in ieder geval de demper te gaan vullen. Dus ik moet die buizen gaan maken van die perfoplaat. En dan kan ik dit geheel in zijn totaliteit aflassen. En dan moet ik even een beetje kijken hoe ik dat doe. Kijk, ik kan zeg maar hun hieromheen, kan ik gewoon prima aan de werkbank aflassen. En daarna moet ik denk ik toch het meeste in het werk gaan lassen. Want ik ben bang dat die uitlaat zo gaat vervormen, dat als ik hem niet daar en daar opspan, dat het echt niet goed komt. Dus dat is eigenlijk wel een beetje wat ik wil gaan doen deze week. En dan kan ik hiertussen, kan ik nog even de oliekoeler weer gaan plaatsen. En ik kan denk ik hiervoor de radiateur gaan plaatsen. En ik schat dan aardigjes in dat de week wel voorbij is. Dus we gaan eens lekker beginnen. En dan komt het helemaal goed. Nou, en om die geperforeerde buisjes te maken, heb ik hele mooie perfoplaat besteld bij de IJzershop. Maar ja, je kunt natuurlijk ongeveer een beetje berekenen hoeveel je nodig hebt om een buisje te maken. Ik heb hier een buis van 42 mm. Ja, ik denk voor mezelf dat het handig is dat ik deze dingen om een buisje van 33 heen ga rollen. Dan komt natuurlijk je wanddikte komt er naar bij en je komt natuurlijk nooit helemaal strak. Dus ik denk dat dat gewoon prima is. En wat ik eigenlijk wil doen is gewoon een strook eigenlijk op de hoogte van de demper gewoon zagen. En nou, ik kon die strook wat langer en dan ga ik me gewoon met een hamer, ga ik hem om die pijp heen tikken natuurlijk. En dat doe ik net zo lang tot ik rond ben. En dan slijt ik hem gewoon even netjes af met de slijptol. Dan klop ik hem dicht, een paar rechtjes her en der. Ja, dan heb je op die manier een rond buisje. Dus dan hoef je niet exact die omtrek uit te rekenen, zeg maar. En dan heb je nog wat speling. Dus dat lijkt mij de handigste manier om dat te gaan doen. Zo, even een half uurtje aan het stoeien geweest. Zou wel lekker herrie hebben gemaakt voor de buren. Heel de schuur stond te dansen. Maar ja, eigenlijk gewoon perfect, hè. Kijk. Eigenlijk is zeg maar, de binnendiameter is, nou ja, nagenoeg vlak met mijn buisje. Ja, dat wil je gewoon hebben, hè. Dus zo zie je maar weer dat ook gewoon, ja, het ouderwetse ram- en stampwerk is soms ook gewoon prima, hè. Even buisje in de bankschroef, een paar hechtjes en je trekt hem er zo netjes omheen. Beetje nakloppen. Nou, je zag natuurlijk dat, dit heb ik allemaal natuurlijk gewoon gelast. Dit is staal, hè. Dit is geen roestvrijstaal, want dat hadden ze toevallig even niet bij de IJzershop. Maar ik trok hem dus zeg maar rond. Ik deed hem iets overlappen. Afslijpen. Even in de bankschroef netjes de kopkantjes tegen elkaar aanzetten. Dan las je hem, dan slijp je hem even af. En dan doe je nog eventjes een keer dat ei eruit slaan, hè. Ja, ik weet niet of je het kan zien, hoor, maar
hij is nu gewoon nagenoeg rond en dat komt dus puur. Ja, er zat een vouw in, je legt hem nog even op dat pijpje en dan even op die kant en op die kant zo tik-tok, 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 werk je hem er even helemaal uit. En dan zie je dat dat pijpje gewoon, ja, perfect recht wordt. Kind kan de was doen. Ga nou de demper eraf halen en dan ga ik hem eerst openslijpen. Dan die buisjes erin zetten, vullen met isolatie, terug in elkaar zetten. En dan, ja, even wat stukken aflassen. In ieder geval een paar stukken in neutrale lijnen waarvan die demper zelf niet te veel vervormt. En dan daarna, zeker die onderdeksel en die bovendeksel, ja, die moet ik echt even gewoon in het werk lassen. Want hij vliegt alle kanten op. Dus dat is een beetje het plan de campagne. Nou, is het nou tijd om die demper, nou ja, te gaan vullen. En dan gebruik ik eigenlijk, ja, dit wol voor. Dit is keramische deken, dat gebruiken wij normaal gesproken voor de open haarden. En ja, het is een beetje een gokje. Maar ik heb zo het gevoel dat dat heel goed gaat werken. Kijk, het is natuurlijk, ja, het is gewoon zacht. Dus een zacht oppervlak, dat absorbeert natuurlijk geluid. En het is bestemd tot, nou ja, laten we zeggen 400-500 graden. Dus ik denk dat dat in eerste instantie best wel heel goed zou kunnen werken. Ja, de enige gok is, werkt het niet, dan moet ik heel die demper openhalen. En dan wordt het wel een feestje, maar nou ja. Ik heb zomaar het gevoel dat het heel goed gaat werken. Even kijken of ik erin krijg. Ik heb ook nog eens verhalen gehoord dat er eigenlijk dus staalwol eerst om die pijpjes heen moet. Om toch dat eerste blazen tegen te houden. Nou ja, dat heb ik niet en ik wil het nou afmaken. Dus ja, nogmaals, het is een gok. Misschien dat hij over een tijd heel veel herrie maakt. als alle wol eruit is. En ik kan het mooi dichtvouwen zo. Dus ja, ik weet het ook niet. Het is even de gok. Maar ik durf de gok eigenlijk wel te nemen. Gewoon goed vol duwen.
En dan denk ik dat het wel moet kunnen. Zo, voordat ik nou die uitlaten weer even terug opzet, maak ik eerst even een steuntje voor deze oliekoeler. Jullie hebben wel gezien, het is één grote oliebagerzooi hieronder. En dat komt, ik had die oliekoeler continu hieronder liggen. En ja, die zat me een beetje in de weg, dus ik heb toch even maar die twee bouten heb ik losgegooid. Dus ik heb het motorblok wel zo goed mogelijk afgetapt. Maar ja, er blijft ook altijd nog een beetje olie uitlopen via die banjo-bouten. Dus, nou ja, dat was even een verschrikkelijke puinzooi. Dus die wou ik toch eerst maar even terugzetten. Dan kan ik alles weer een beetje schoonmaken. Nou, die komt niet zo strak mogelijk op te staan. Want ja, die demper die begint ik zo meteen hier. En dan heb ik hier tussenin straks nog precies ruimte om mijn stuurstang te gaan zetten. Dus ja, ik denk dat het handig is om hem er eerst even op te zetten. Dan de demper terug. Dan kan ik hem natuurlijk in het werk aflassen. Want ik durf dat niet los te doen. Als ik dat zo los laat leggen en ik ga hem aflassen, past hij gegarandeerd niet meer. Dus wat ik zo meteen ga doen is die demper op de uitlaatpoorten weer vastzetten. Dan maak ik hier gelijk een paar montagesteuntjes aan het frame. Dus dat die demper ook echt vast staat. En dan pas ga ik alles aflassen. En tuurlijk zijn er dan straks een paar kleine stukjes waar ik niet goed bij kan. Nou ja, die las ik dan even wel los. Maar dan heb ik zeg maar, nou ja, laten we zeggen 90% helemaal afgelast. Helemaal maat vastgehouden. En dat laatste stukje, nou ja, dat durf ik dan wel te gokken. Dus dat is een beetje het plan.
Nou, zoals jullie hebben gezien, heb ik dus even hier die oliekoeler onder vastgezet. Gewoon even voorlopig met twee kleine puntjes. Dan denk ik, ja goed, dan kan ik er nog wel wat mee, mocht het nodig zijn. Dan hoop ik straks hier tussendoor mijn stuurstang nog kwijt te raken. Ik heb nog geen idee hoe, maar dat gaat gebeuren. Kijk, en die demper die heb ik weer opgehangen. Die demper die hangt nou eigenlijk alleen maar aan de uitlaatpoorten. Kijk, en dan kan je zien, ik kan het allemaal nog een beetje bewegen nu. Dus wat ik eigenlijk het beste kan gaan doen, is wel even een paar goede steunen maken. Waarom dat ik het zo doe, is nogmaals voor die vervormingen. Kijk, ik heb natuurlijk hier ook die bochten, die heb ik vast eventjes aan die buizen vastgelast, die stalen buizen. En dat heb ik gewoon met CO2 gedaan, want uiteindelijk is dat toch staal, dus dat maakt niet uit. De rest ga ik natuurlijk allemaal tegen. En het is natuurlijk allemaal roestvrij en ik heb her en der toch nog wel een klein kiertje zitten. Ja, dat gaat gewoon vervormen, dat hou je niet tegen. Dus het beste wat ik kan doen is op de uitlaatpoort vastzetten, op het frame, gelijk de montagesteun maken, want er moet toch iets komen. Ja, en als dat voor elkaar is, ja, dan kan ik hem zorgeloos aflassen. Dus, dat ga ik maar eens even doen. In ieder geval even die steunen maken. En dan zien we het wel weer even hoe het verder allemaal loopt. Zoveel mogelijk afgelast. Overal waar ik bij kon, heb ik afgelast. En ja, er zijn wat hoekjes bij, daar kom ik met tig super lastig bij. Dus ik heb zoiets van, joh, dat is dan maar even zo. Dan kan ik altijd nog zometeen even een keer een rolletje draad in de MIG-machine stoppen. Om daarmee even die laatste kantjes af te lassen. Waar ik natuurlijk met een klein toortje nog net wel tussen kom. Maar natuurlijk met die TIG-toorts en het toevoegen dat bijna niet gaat. Dus dat hou ik even zo. En dat is natuurlijk zo, hoe staat er bijna in? Hij zit natuurlijk super vast nou door die steuntjes op het frame, dus dat is perfect. Die oliekoeler die staat voorlopig aardig op zijn plek zo, en die zit ook aardig lekker vast. En ik heb hier die radiateur even aan de voorkant opgezet. Ja, je ziet het, hij zit gewoon even met twee kleine lipjes even vast. Dan heb ik even de maat. Ik ben er nog niet helemaal tevreden over. Ja, hij is natuurlijk rond en ja, ik vind het niet het meest mooie ding. En ja, we bouwen de hele apparaat toch een beetje omdat het mooi moet worden. Dus ik weet het nog even niet, ik laat hem nu even zo zitten. Heel veel dunner zal hij natuurlijk nooit worden, want ik heb natuurlijk altijd een ventilator nodig, omdat ik veel in stilstand, veel... Het zal waarschijnlijk zo zijn dat je weinig rijwind hebt, veel vermogen moet leveren, dus die koelfan is echt nodig, die moet er gewoon op. En die zal ding zelfs ook op de oliekoeler nog moeten, maar dat gaan we zien, dat is voor latere zorg. Ik kan in ieder geval kan ik nu de vorm van die motorkap gaan bepalen. En, nou ja... Dat gaat niet vandaag gebeuren, dat kan ik alvast vertellen, dat wordt volgende week. Dus, maar dat is eigenlijk een beetje de planning voor volgende week. Om even weer een beetje zichtwerk te gaan maken. Want dit is natuurlijk allemaal heel veel gevreubel en gepriegel geweest. En dat is allemaal hartstikke leuk. Maar voor jullie thuis is het nou niet echt het allerinteressantste om te zien. Dus, nou ja, sowieso is natuurlijk de achteras naar de draaier. Dus hij kan voorlopig ook even niet meer op zijn wielen. Maar natuurlijk het frame kan ik een heel groot stuk afmaken. En ik hoop echt dat ik die stoel nou eens een keer binnenkrijg. Want zolang ik die stoel niet heb, kan ik natuurlijk de stuurconsole en de zitpositie nog niet goed bepalen. En dus ook niks aan pedalen en dat soort dingen gaan doen. Dus ik zit echt al zo lang op die stoel te wachten, maar ik heb hem gewoon nodig. Dus nou ja, vooruit. Dat is in ieder geval een mooi probleem voor volgende week. Ik zou tegen jullie willen zeggen,
bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren en bedankt voor het reageren. En tot volgende week weer. Later! Oh,